Goedendag allemaal. Hartelijk welkom bij onze eerste Brainwise. Ja, heel leuk. En vele verzoeken. Eén daarvan had echt te maken met arousal. Van hoe wind ik me nou eigenlijk op in dat brein? Hoe ben ik alert en zo? En hoe gaat dat ten opzichte van slapen? Want dan moet je toch weer een beetje afzakken in die alertheid. Nou, heel leuk. We gaan er gewoon meteen maar in het brein kijken. Hier ziet u op het eerste plaatje, ziet u al meteen dat hele mooie systeem van arousal. En dat arousal, die mate van opwinding, die heeft een aantal gebieden hier liggen. En die liggen, zeg maar, laag in de hersenen, hoog in de hersenstam. Hier ziet u de pons. En deze gebieden die ik hier aanwijs, dat zijn er al gelijk vier. En die gebieden, die vormen de bron van hele belangrijke neurotransmitters. Denkt u aan dopamine, aan noradrenaline, aan serotonine. Allemaal hele belangrijke neurotransmitters. En die neurotransmitters vormen de basis van opstijgende banen. Kijk maar, u ziet hier, die baan die gaat hier helemaal door naar boven. U ziet de pijlen, gaan naar frontaal, hier door naar boven toe en hier helemaal over die hele schors heen. Het waaiert uit vanuit deze gebieden die hier liggen, helemaal zo over de schors. Dus eigenlijk is wat u hier ziet, de motor van uw brein ligt in deze gebieden hier, bij de pons, hersenstam. En het zorgt voor de totale activiteit in uw schors. En die activiteit brengt met zich mee dat u kunt nadenken, dat u problemen oplost, plannen, set shiften, al dat soort dingen. Flexibiliteit in denken. U bent alert, u bent bij de les. Leuk is dat deze gebieden overigens wel een beetje gevoelig zijn voor leeftijd. Een beetje op mijn leeftijd al, hè. Ik kan ook door de dag heen een beetje under-aroused zijn. Dat bedoel ik mee, dat ik dan een slaapje doe. Een dutje. Niks mis mee overigens. Maar wel leuk om te zien dat het systeem ook wel een leeftijdseffect kent. Nou, dan heeft u de hele dag bent u alert geweest en opgewonden. U bent aan het werk of studeren. En dan 's avonds, aan het eind van de avond, dus slapen. Dan moet eigenlijk dus die arousal zakken. Tuurlijk, dat doet hij ook, als het goed is. En dat zal ik u laten zien in dat volgende plaatje. Kijk, hier ziet u weer diezelfde gebieden van toen net, die de bron vormden van die belangrijke neurotransmitters, opstijgend. En hier ziet u een baan, en die baan die daalt naar beneden, die daalt af. En dit gebied wat u hier ziet, is een onderdeel van de hypothalamus. En de hypothalamus, die zorgt ervoor, via onder andere GABA, dat is een remmende neurotransmitter, die zorgt ervoor dat deze gebieden die hier liggen geremd worden. Zodat uw arousal de kans niet meer krijgt om nog omhoog te gaan. U wordt under-aroused, u voelt zich slaperig worden en u gaat zo bereidt zich voor op de nacht. Dat is als het goed is. Maar stel nou voor, en dat gebeurt natuurlijk tegenwoordig best veel, dat u nog uw mobieltje meeneemt naar bed. U kijkt nog even op de laatste apps, de laatste e-mails. Kunnen leuke apps zijn, wint u zich ook een beetje op, want u vond het heel leuk. Maar het kunnen ook niet leuke e-mails zijn of een leuke app. Ergernis. Ook dan ziet u, uw arousal gaat omhoog. U begint weer op te winden. U produceert de verkeerde neurotransmitters. Het remmende systeem werkt niet voldoende. U kunt niet lekker inslapen. Of u luistert nog naar u kijkt naar het laatste journaal. Televisie aan de rand van uw bed. Laatste journaal. Ah, meestal negatieve tijden, nare berichten. Niet goed. Of u kijkt nog het slot van uw film. Heeft u in de huiskamer bekeken en u denkt slot in bed. Ja, ongeacht het einde van die film, maar ik geef op een briefje dat uw arousal weer omhoog gaat. Dus die slaaphygiëne moet u echt goed verzorgen. En dan zijn de mensen zeggen, ja, maar ik slaap wel in, maar ik word wakker en dan slaap ik niet opnieuw makkelijk meer in. Ik ga tobben. Ik ben een beetje aan het piekeren. Ja, dat piekeren, precies hè, zorgt er weer voor dat uw arousal hier omhoog gaat. U maakt weer een beetje adrenaline aan. U begint weer een beetje opgewonden te raken. Eigenlijk is het zo dat dan dit systeem, dat afdalende systeem, dat remmende systeem, verliest het van dat opstijgende systeem waar u mee die opwinding voelt. Dus daar eigenlijk moet u voor zorgen dat dat remmende systeem echt de volle kans krijgt. Ook als u wakker wordt. Een leestip heb ik ook. Lees het boek van Ysbrand van der Werf. Iedereen slaapt is de titel. Heel leuk geschreven. Heel leuk om te lezen. Nog niet zo lang uit, dus lees dat boek.